free. Welkom bij Noekse Spellenzonde, dit keer het spel Neuroshima Hex van Portal Productions. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers, je bent er ongeveer 40 minuten mee zoet. En dit spel speelt zich af in een post-apocalyptisch tijdperk na een gigantische oorlog tussen mens en machine, waarin alles en iedereen verspreid is over de aardkloot en allemaal kleine onafhankelijke legertjes heeft gevormd. En jij gaat als speler een van deze legers aansturen en proberen deze naar de overwinning te leiden. We gaan eens kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Miga Orax en wij krijgen van hem de spelregels in verschillende talen. Ik heb de Nederlandse eventjes voorop gezet. En dan hebben we ook nog een beschrijving van diverse tegels of hoe je het met 3 of 4 moet spelen. Maar in principe staat er van elk leger staan alle tegeltjes nog eventjes keurig uitgewerkt. Dus een zeer overzichtelijke spelregels. Het speelbord. En uiteraard in heksen, want ja, het is niet voor niets Neuroshima Hex. En je ziet verschillende kleurcoderingen, dat wil zeggen 2 spelerspel. Een 3 spelerspel komen er rooi bij en een 4 spelerspel komen de zwarte er ook nog even bij. En hier rondom een scoretrek. Dan heeft elk leger zijn eigen fiches met daarop manschappen, acties en er zit ook nog notes hier zo, machines bij die ook weer eigenschappen geven aan de manschappen. En elke achterkant is dan weer in het symbool van het eigen leger. Kogels om verwondingen mee aan te geven. Fiches om aan te geven waar je op de scorestrek staat. En dit zijn dan de begingebouwen van elk karakter. En dat is eigenlijk wat we krijgen. We gaan snel een spelletje opzetten. En dit is het begin voor een spel met 2 spelers. Ik heb het rode leger genomen tegenover het blauwe leger. Je hebt allebei 34 tegeltjes, die liggen gesloten, geschud. En je hebt een thuisbasis. En die herken je aan het feit dat op de achterkant een symbool staat van jouw leger. En dat staat bij de normale kaartjes niet. Je gooit met een dobbelsteen of je maakt op een andere manier uit wie de beginspeler is. Die mag als eerste zijn basis plaatsen en een 2-spelerspel mag alleen in het lichte gedeelte. Wat staat er op zo'n basis? Daar staan verschillende eigenschappen op. Dit getal noemen ze het initiatief, oftewel de beurtvolgorde als er gevochten gaat worden. De basis heeft allemaal rode driehoeken, die zijn bij andere objecten anders, maar dit zijn melee combats. Dat wil zeggen als er een figuur van de vijand grenst aan dit vakje, krijgt hij een klapje als deze basis geactiveerd wordt. Daarnaast heeft deze basis een bonus voor iedereen die er van het rode leger aan vast ligt, oftewel plus 1, dat wil zeggen dat ze bij de lange afstandsaanval 1 extra schade doen. Elke basis heeft zo'n eigenschap. Hier zo zie je de blauwe basis. Die ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Die geeft alleen een plus 1. En dat is weer een 1 in een getal. En dat is het initiatief. Dus alles van blauw wat hier aan vast ligt heeft 1 extra initiatief. Oftewel 1 hoger. Dus die mogen eerder aanvallen. De plaatsing van de basis moet je zelf bepalen. Daar zijn tactische voordelen uit te halen. Speler 1 plaatst hem als eerste, speler 2 mag hem dan ergens anders neerleggen en dat mag ook naast de basis van rood zijn. Maar laten we voor het voorbeeld dat even op deze manier doen. Voordat ik het spel ga spelen ga ik even een paar dingen laten zien, zodat ik beter kan uitleggen hoe het spel werkt. Ik ga niet alle fiches uitleggen, want het zijn heel veel fiches, per leger verschilt ook weer de eigenschappen, maar ik laat jullie even globaal wat dingen zien. Je hebt om te beginnen maar even deze met zwarte fiches. Dat zijn actiefiches. Dit is het fiche aanvallen. Dan gaat alles en iedereen aanvallen. En dan gaan we straks kijken hoe dat werkt. Maar in principe zijn dit degene waarmee we elkaar gaan afslachten. Actiefiches hebben meestal, of zijn altijd zwart en hebben dan een symbool van de kleur van het leger erop staan. En daar kun je dan de actie doen. Het kan ook een verplaatsing zijn, of een rotering, of het duwen, of een bom. Nou, kan van alles en nog wat zijn. Zwarte fiches met een symbool erop. Dan hebben we deze verschillende legereenheden. 1, 2, 3. En ik heb hier nog een power node. Dat is eigenlijk een machine die de legereenheden upgrade. Op legereenheden zie je weer die getallen in een cirkel. Dat zijn de initiative, de beurtenvolgorde. Deze grapjas heeft er 2. Dat wil zeggen dat hij dus 2 keer aanvalt. Daarom heeft hij 2 initiative. Dus hij valt bij 2 aan en bij 1. Dan zie je hier onderaan nog een balkje met een plus. Normaal heeft elk heksje een
levertje, eentje. Met zo'n plusje heb je twee levertjes. Komen er dus meerdere van dit soort plusballetjes in, heb je dus ook meerdere levertjes. Hier zo zie je een zwart symbool. Dat zijn speciale eigenschappen. Ga ik niet uitwerken, want dan moet ik 26 hexjes gaan doorlopen. En dat is niet de moeite waard, want die kun je gewoon nalezen. Hier zie je een witte balk. Dat is een armor, dat is een schild. De eerste klap die daarop komt, wordt geabsorbeerd. Dus als die vanuit hieruit beschoten wordt, laten we het zo zeggen, dan absorbeert die een klap. Het schieten doen ze middels deze pijlen. En je ziet langwerpige pijlen en korte pijlen. De korte pijltjes, de korte driehoekjes, zijn melee combat, oftewel close combat. Om hiermee te kunnen raken, moet ik aangrenzend zijn aan een hex. Dus ik zou nu met deze die een klap kunnen geven. En als hier ook nog eentje staat, zou ik die ook een klap kunnen geven. Die zijn van mijn eigen leger, dus dat wil ik niet. Maar voor het voorbeeld. Dit is ranged. Ranged werkt gewoon over een hele rij. Je gaat gewoon een rechte lijn trekken. En de eerste die tegenkomt van de tegenstander is een hit. Dit zijn de power nodes. Machines die helpen. Je ziet dat zij pijltjes hebben. Dat zijn de kanten waar je dan aan moet klikken om het effect te krijgen. En je ziet hier een zandloper. Dat wil zeggen dat deze geen initiative heeft, maar altijd werkt. Altijd aanstaat. En iedereen die hier aanstaat krijgt, jawel, een plusje. Oftewel een extra levertje. Dus deze heeft nu twee levertjes. En deze zou er één van zichzelf, één van zijn eigen bonus en één van dit ding drie krijgen. En zo simpel is het. Dan is er nog één symbool wat ik niet heb laten zien. Dat zijn deze, dat zijn netten. Die werken eigenlijk als een melee. Je moet er aangrenzend zijn. En wat deze doet is dit figuur wat grenst aan het net volledig blokkeren. Oftewel, het is er nog wel, maar het mag niks meer doen. En natuurlijk gebruik ik nu alleen rode voorbeelden, maar in principe doe je dat natuurlijk bij een tegenstander. En je ziet ook geen initiatief altijd aan. Deze schiet ook niet, die doet alleen netten. Nog over het ranged, voor de duidelijkheid. Je schiet door je eigen mannetjes heen, oftewel die mag je negeren als je met een ranged gaat schieten. En je schiet op het eerste item van een tegenstander wat je ziet. En dan heb je natuurlijk initiatief volgordes. Dus als zij eerst schieten met 3 en jij bent dood, dan ga jij daarna niet meer schieten. Dat is hoe het spel gespeeld wordt. In het begin gaat het even anders dan verder voor het spel. Speler 1, maak weer uit hoe je dat gaat doen, pakt één fiche, die legt hij open neer. Dan heeft hij de keuze of ik speel hem of ik bewaar hem. Speler 2 pakt twee fiches. Alle fiches die je pakt worden opengelegd en mogen door de tegenstander gezien worden. Speler 2 moet nu kiezen of hij ze speelt of dat hij ze bewaart. Dan is speler 1 weer, dan vult hij zijn hand aan tot 3. En dan beginnen we eigenlijk met een standaard beurtvolgorde. Dan heb je 3 open fiches liggen. Het eerste wat je in je beurt moet doen is 1 van deze 3 fiches wegleggen. Die gooi je gewoon weg. Dus ik heb nu een robot, een power node en een aanval. En ik moet dus kiezen welke ik weggooi. Nou, ik gooi bijvoorbeeld deze power node weg. Dan heb ik deze 2 over. En dan mag ik die 2 weer spelen of vasthouden. En dan gaat blauw hetzelfde doen. En dan krijg je dus elke keer dat je 3 je hand aanvult tot 3. Je moet er eentje weggooien. En dan ga je spelen. We gaan eens even een spelletje spelen. Wanneer is het spel afgelopen? Het spel is afgelopen als een van de basissen vernietigd wordt. En je ziet hier rondom eigenlijk de levertjes van een basis. En dat zijn er dus 20 in totaal. Dus als jij 20 hits op een basis weet te scoren, heb jij sowieso het spel gewonnen. Want dan heb je de basis van de tegenstander vernietigd. Een andere manier om het spel te beëindigen is als de laatste tegel van een speler getrokken wordt. Dan speelt die tegel nog wel. De andere speler krijgt ook nog één beurt en dan gaan we naar Judgment Day, de dag des oordeels. Dat wil zeggen dat allebei de spelers hebben dus hun tegeltjes nog even gelegd in het laatste beurtje. Dan gaat alles en iedereen op het bord gewoon nog een keer knallen alsof er een aanval gespeeld is. En dan ga je kijken wie heeft de meeste hits gescoord op de basis van de tegenstander. En dat is dan degene die het spel wint. We gaan eens kijken hoe we een spelletje spelen. Rood begint, die pakt willekeurig één van zijn tegels en legt die open neer. Dat is een heel slecht begin voor rood in dit opzicht, want een aanval met helemaal niks is niet handig. Dus rood zegt, ik pas. Hij legt, en ik gebruik nu even het bord voor jullie beeldvorming, hij legt zijn tegeltje even neer. Dan is blauw. Blauw pakt 2 tegels. Blauw heeft 1 eenheid met een initiative van 3 en 2 close combat aanvallen. Hij denkt, dat is mooi. Die leg ik hier neer. Dan krijg ik ook nog eens een keer een bonus initiative en dan kan ik deze aanvallen.
Daarnaast heeft blauw ook nog deze. Dat is een actietegel, zoals ik al zei. Dan mag hij of mee verplaatsen. Dan mag hij zeggen of ik verplaats naar een aangrenzend vakje. Of ik mag de tegel zelf draaien. Nou, hij heeft zoiets van dat is nu nog niet handig, dus die hou ik vast. Dan is rood weer. Die vult zijn hand aan tot 3. Die moet nu als eerste zeggen ik ga één van deze 3 heksjes weggooien. Lastige keuze, want liefst wil hij ze natuurlijk allemaal. Maar hij zegt, nou, ik gooi deze weg en dan zet ik mijn lange afstandsaanval, die zet ik hier neer. Hij plaatst hem hier. Dan heeft hij nog een tweede tegel, een combat, en hij zegt, die ga ik ook gelijk gebruiken. Gaat ook weg, de aflegstapel in. Alle tegels die je gebruikt ben je ook kwijt voor dit spelletje. Dan gaan we vechten. Hij heeft initiatief 3, plus 1 is 4, dus hij gaat als eerste en hij doet 1 klap aan mijn basis. Ik verzet de marker van rood 1 naar voren om te laten zien dat rood al een damage heeft. Hier is het niks, daar doet hij niks op. Dan gaan we naar mijn afstandsaanval. Die doet 1 damage op hem, plus 1 van de basis waar hij aan grenst. Die vernietigt deze en die schiet nog een keer hierheen, maar daar zit niks. En dan is de beurt van rood weer voorbij. Dan vult blauw zijn hand weer aan tot 3. En dan moet rood kiezen, wat ga ik weggooien? Hij kiest ervoor om bijvoorbeeld die weg te gooien. Hij heeft hier een mannetje met initiative 2 en heel veel melee aanvallen. Hij denkt, dat is mooi, die leg ik zo neer. En dan ga ik aanvallen. Hij gebruikt de aanval. Initiative 2 plus 1 van de basis, dus hij valt als eerste aan. Klap op deze, dood. En een klap weer op de rode basis. Dan gaan de basis aanvallen. Hij grenst aan de basis, hij krijgt ook een klap, ook weer dood. En dan is rood weer. Rood pakt weer willekeurig 3 viesjes. En zo gaat het spel verder. En eigenlijk is dit de hele opzet van het spel. Je gaat proberen hits te scoren op de basis van de tegenstander. En je probeert zo tactisch mogelijk ook jezelf in leven te houden. Ik heb natuurlijk een heel beroerd voorbeeld gegeven, want dat had natuurlijk veel beter gekund. Maar jullie hebben in ieder geval een idee van hoe het spel gespeeld wordt. Het spel Neuroshima Hex. Ik vind het een heel tof en vooral lekker simpel spel. Je kiest een leger, je hebt heksjes, daarop staan symbooltjes en die symbooltjes geven duidelijk aan wat je allemaal mag doen met de verschillende heksjes. Het is ook simpel, je wil gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk damage op de basis van de tegenstander knallen en tussendoor zijn eigen opgebouwde leger weer helemaal de grond in stampen. Anders leuk is dat het artwork op alle fiches is natuurlijk ook heel gaaf. Vooral de rode fiches vind ik erg stoer. Dat zijn een soort brute robots. En elk leger heeft zijn eigen specialiteiten. Het ene leger is goed in ranged wapens. Het andere leger is weer goed in melee. Het ene leger heeft weer heel veel netten en blokkers. En zo hebben ze allemaal hun eigen tactiekjes en eigen manier van spelen. De hoeveelheid aanvalstegels per leger verschilt ook. En dat maakt gewoon elk leger weer uniek en leuk om te spelen. Er zijn dus heel veel tactieken en dit is ook echt een spel. Als je dat vaker gaat spelen, ga je die tactiekjes doorkrijgen. Dan weet je welke fiches je kunt verwachten. En dan kun je daar omheen je spel beter opbouwen. En dan zul je er ook zeker een stuk beter in worden. Als ik een minpuntje mag noemen, is het de geluksfactor van de tegeltjes. Het rode leger bijvoorbeeld heeft maar 5 aanvalsacties. Als je zo ongelukkig bent om 2 van die aanvalsacties te trekken in 1 hand van 3, dan moet je er eentje weggooien. Ja, en als die 2 aanvallen dan op dat moment net niet uitkomen, dan moet je misschien wel een kostbare aanval weggooien. En dat is gewoon heel zuur. Maar aan de andere kant, je hebt 34 tegels. De kans dat dat gebeurt is vrij klein. Maar het kan gebeuren en dat is soms een beetje jammer. Maar ja, dan ga je een beetje meeliften op de aanvallen van de tegenstander. Want een aanval geldt voor iedereen. Al met al vind ik het een heel geinig, heel leuk spelletje. En dat krijgt van mij daarom ook een 7,5.